Johann Sebastian Bach, partita. Zo beginnen wij met de rechterhand. Zo dicht bij de toetsen. Actieve topjes. Een klein accent op de eerste noot. 1, 2. Dan een snelle verplaatsing naar beneden. 3, 1. En hier opletten, die accent op de eerste tel. 1, 2, 3. 1, 2. En tam, pam, pam. Goede kwaliteit van noten in de linkerhand. Je kunt gebruiken 3, 2, 1 of 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Dan een volgende gedeelte, is iets langere. 1, 2, 3. Kleine accenten. 1, 2, 3, 1. En hier, deze akkoord, goed tegelijk en met accent. Dus wij verbinden 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dus nog een keer die eerste regeltje. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oké, we gaan naar de tweede regel. Het moet klinken als één hand. 1, 2, 3. En vooral opletten met linkerhand. Deze tan, tadan, tadan. Je kunt wel gepunctureren of staccato oefenen. Tata, pa, 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 pa. 1 en 2. Dus wij beginnen. 2 en 3. 1, 1 en 2. En 3. 1, 1 en 2. En 3. En daarna. Ook met kleine accenten. 1 en 2 en 3 en 1 en 2 en dan een geleidelijk tempo omhoog. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En dan gaan we verder. En hier, snelle verplaatsing. Tam. Dus zo horizontaal mogelijk. 1, 2, 3, 1. En hier ook zonder accent. Deze D, C, B, A, D, C, B, M. 1, 2, 3. 3, 1, ook hetzelfde, 3 en het moet klinken als één hand eigenlijk. 2 en 3 en 1 en regelmatig, ook intonaties ook niet vergeten. 1 en 2 en 3 en 1, 2 en 3 en 1 en 2 en 3 en... Je kunt ook met gepunteerde ritme oefenen. Voor actieve topjes. Hier, tussen de zwarten. Tadam, pam. Platte vingers. Ook overgang. Duim ietsjes hoger. En daarna net als begin. Oké, nu proberen wij die eerste blokje. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Intonaties. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Daarna gaan we naar het volgende blok. 2 en 3 en 1 en... Oké, hetzelfde. Actieve staccato in de linkerhand. En deze terzen goed tegelijk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En... Even. Ja, deze vingers is in. 3, 4. En daarna goed verticaal in akkoord. Naar de linkerhand. Dus je kunt wel 5-2-1 of 5-1-2. Ik ga zelf voor 5-2. Maar vaste vingerzetting. En rechterhand. Zo dicht mogelijk bij de toetsen. De actieve topjes. 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Naar het gelijk. Goed verticaal linkerhand. Portate. En ook... 1 en 2, 3. En daarna gaan we naar de volgende bladzijde. Actieve topjes, gewoon gepunteerde ritme oefenen. En hier die draai. Hier, opening. 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 Rechterhand, tadadam. Pam, 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 pam. Intonatie en frase omhoog.
naar eerste tel, pam. En alle achtste noten portate non legate, dam pam padadam, dam pam 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 padadam, pam 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 pam. En linker, oh, ook kunt u staccato oefenen, dam pam 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 pam. Gewoon alles heel goed kwalitatief en daarna tegelijk samen rustig. Eerst alles forte, regelmatig, zonder dynamiek, goed tegelijk, zonder fouten. En daarna. Volgende blok. Hier elke keer heel. Elke blokje is met intonatie, is B. Rechterhand tussen de zwarten. Dus, overal intonaties en daarna samen. Dan gaan we naar het volgende blok. Alles tussen de zwarte. Ta, 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 ta. Hier, potje over. Altijd duim. Hogere houding van duim. En hier, dat is de lastige plek. Pam, 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 pam. Het moet klinken als één hand. Dus alle overgangen. Het moet een soepel overlopen, ja. Nu even deze. Ze punctieren het ritme. En daarna gewoon normaal. Intonatie naar bovenste, naar eerste tel. Hier goed verplaatsen, zo dicht mogelijk, eerst voelen en drukken. En nu even deze gedeelte. Kunnen we gewoon tempo opbouwen. Ja. Oké, nu gaan we naar het volgende gedeelte. Dus onderaan op bladzijde 2. Klein accent op de E en hier. Dus rechts, links, rechts, links, rechts. Actieve topjes. Goede kwaliteit van de korte noten. Dat is wel een lastig gedeelte. Er kan apart eerst. 1. 3, 1 en 2 en 3 en 1 en 2 en 3 en 1. En naar de linker. 3 en 1 en 2 en 3 en 1 en 2 en 3 en 1 en 2 en 3 en 1. Hier op letter. Zo, deze loop je ook wel lastig. 3, 2, 1. Oké, nu samen. En niet te hard met A, met het begin van de loopje. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oké, nu versnellen. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oké, wij gaan naar het volgende. Dat begint in tweede octaaf. Dus E, G, E, B, goed tegelijk. Hier ook, tam, pam, 2, 3, 1. En altijd het kleine tikkeltje accent beginnen. 1, 2, 3, 1, 2. Dus akkoord,
accent in de achter. Volgende gedeelte net als op de eerste bladzijde. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Dus hier zo'n overloop. Het moet klinken als één hand. En regelmatig. 2, 3, hier. Dus kan dat. Ik ben gewend aan 4. Kan. 1. Oké, nu. Dus het gaat. Zo'n dialoog tussen twee handen, vaste vingerzetting. 1, 2, 3, 1. Het kan ook gewoon staccato. Tap-pap-pap-pam. Elke noot goed tegelijk. 3 en in linkerhand. Ik gebruik deze vingerzetting. Dus duim en wissel ik met wijs en wissel ik met duim. 2, 3, 1, 2, 3, 1. En daar. Hier zonder accent, zo dicht mogelijk bij de toets beginnen. Tadam, babam, babam. Het is altijd mooi om te oefenen in tegenstellende dynamiek. Voort en daar. 1 en 2 en uitgang uit lange noot moet altijd zachter. 1 en hier. 1 en 2. 3 en 2 en 3 en 1. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Natuurlijk versnelling. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. En hier dus. En de linkerhand moet zo klinken nou als rechts. Dus 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Of 1, 2, 3, 4, 3 of met pink. Nou, dus. Oké, nu. Ta-ta-ta-ta. Ook linkerhand partata. 1 en 2 en 3. Hier opletten. Dus vingerzetting, duim en daarna naar de 4. Oké, nu rechts. Rechterhand met klein stops. Vaste vingerzetting. Naar samen. 2 en 3 en 1 en 2 en 3 en 2 en 3 en nu. Opletten hier. 4. 4. Duim en snelle opening. Ja, 3, 1, 2, 4, duim, 2, 3, 1, 2, 3, nu rechterhand, 2, 1, accenten, en nu even eerder samen, 2 en 3 en 1 en 2. Sneller. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En net als begin, gewoon iets al een klein accent op de. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2. Oké, nu gaan we naar de laatste bladzijde. Klein accent en kort. 2. 3, rechterhand, pa, pa, pa. En hier dialoog. Pa, 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 linker, ta, 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 na, na. Dum, pam, 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 no. En daar linker. Rechter, 16 noten. 1, 2, 3. En
naar samen. Dialoog tussen twee. Gewoon langzamer. 2 en 3. Niet vergeten, only got I. 2 en 3 en 1 en 2 en 3. Hier ook zachter. D. 2 en 3. 1 en linker. 2, 3. Hier ook linkerhand. Pam, pam. De langere lijn. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. En dertsen. Goed tegelijk. 1 en 2. Dus tussen zwaarte en daar. Oké. In 2, 3. Langere lijn. In 2, 3. In 2, 3. In 2, 3. Hier goed opletten. Dat is wel lastig overgaan. Of met stop. 1, 2, 3, 3. En de rechter gewoon hetzelfde. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En hier, ta, duim en 2. Of arpeggiato, hoe je wil. En hier, ta, pam. Dan alle achtste noten, non liga da da pa 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 da 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 da. En dan gewoon sneller. Tot snel bij de schooltof.nl.